In mei gaan we beginnen met de vernieuwing van dat tapijt, de stenen van de Haarlemmerstraat. Daar zijn we nu 2,5 jaar mee bezig. We hebben een lobby gedaan bij de diverse partijen, bij de raad. En uiteindelijk is daar geld voor gevonden om, net zoals bij de Breestraat, de Haarlemmerstraat dus ook helemaal te vernieuwen. Je kan het hier aan de linkerkant van mij zien. Daar staat al een lantaarnpaal en een stukje van het wegdek. Naast de nieuwe bestrating zijn er ook ideeën voor meer groen in de nieuwe Haarlemmerstraat. Ook in de raad is gesproken over de vergroening van de straat. Nou, daar is onderzoek naar gedaan om te kijken of dat het mogelijk was om bomen te plaatsen. Helaas, door alle leidingen die in de grond liggen, is dat niet mogelijk. Wat wij wel hebben bedacht is de Leidse plantenbank. Daar zijn we nu druk mee bezig om dat te ontwikkelen en dan te kijken of dat een mogelijkheid is om dat te laten maken. En dan kunnen ondernemers die voor hun winkel krijgen als ze dat zouden wensen. En daarmee kunnen we natuurlijk wel een beetje groen in de straat terugbrengen. Het project gaat zeker een jaar duren. Tijdens de werkzaamheden kan het winkelend publiek gewoon terecht in de winkels.